godsnaam een gaming website met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Als Peter heeft gezopen een avond, dan loopt hij er zo bij. Hij heeft echt nul zin om iets te doen. En het is vandaag woensdag en we hebben nog geen pakketjes. Maar het schijnt opruimdag te zijn. Ja, dit noemt Peter opruimen. Het was net één grote bende, ook qua geluid. Het was echt gewoon ongelooflijk. Maar ik moet het dus naar beneden trappen, anders pleur ik van de trap af. En soms klinkt het alsof iemand gewoon kaart naar beneden dondert. Jezus Peter, man! Opruimen gaat fout. Ik ging serieus bijna op mijn bek. Maar dat was wel best vet. Dus alle oude dozen gaan weg. Moet gebeuren, hè? Dudes, we hebben een full price gekocht. Hoe vet is dat? Wacht. We gaan nu een pack opening doen. Ja, want dan krijgen we heel veel views. Midden op straat. Ja, midden op straat. Nee, allemaal auto's. AG gaat fout. Ja, pack opening gaat fout. Kan seksual. Die hebben we ook nog uit. Die heb ik natuurlijk ook geen broek aan. Oh nee, dat is waar. Zo! Maar ja, de schrik, hè? Ja. Wel de schrik. Oh, ik heb nu al het eerste kaartje kapot gescheurd. Oké. Wie heb je? Ik heb Witsel van België. Wie? Witsel? Dat klinkt... Axel Witsel. Klinkt echt een pornoacteurnaam. Maar goed, wie ken ik niet. Ik heb Gareth Bale. Echt? Gat van Baden. Dude, ik heb zilveren. Ik heb Bjornsson. Ik was eerst bezig. Ik heb dat twee. Niet interessant. Oké, dat waren ze. Ik heb zilveren van Roemenië. Nice, die wilde ik al. En ik heb... Moet ik ze even vasthouden? Moet ik even... Wacht. Pak jij de camera anders? Ik hou hem echt heel onlogisch vast. Nee, maar is prima. Ga goed. SMS. Camera aan. Nou, dat kan echt niet. Om terug te komen op het hele camera eieren eten. Hij is natuurlijk gestolen. Er is ingebroken op geen skew. Heb je vorige week allemaal kunnen zien. Maar we hebben repercussies genomen. De daders gevonden. Ja. Ga nu even langs. Bij 1000 likes knippen we zijn ballen eraf. Maar nee, we hebben... Sowieso een King Alert. Oh, King Alert, nee. Oh, was het wel Enzo Knol die onze camera stal om concurrentie te elimineren? Hij woont toch dichtbij? Nee, we hebben nieuwe dingen. We hebben een nieuwe camera moeten bestellen, dat is deze. En maar we hebben ook een cadeautje wat iets te maken had met de inbraak en dat is die. Dus Lenny, aan jou de eer om van KE Logistics de eerste supervette... En we krijgen zoveel geld ervoor om die naam te noemen. Ja, inderdaad. We krijgen de camera praktisch gratis voor. Dit kut is, we hebben wel het geld teruggekregen van de camera, de dagwaarde dan, maar daar kun je dus niet een model van kopen wat net zo goed is als degene die we hadden. Plus die is er nou uit en de opvolger is 2 keer zo duur, dus dat ging het niet worden. Dus nou hebben we een Polaroid gekocht. Ja. En we gaan gewoon allemaal heel snel achter elkaar. Ja, we gaan op Instagram gewoon al die losse Polaroids uploaden en dan krijg je uiteindelijk ook een verhaal mee. Nee, het is de Legia... Oh, dat weet ik niet. Mooi man. Het is de Legia HFG25, wat basically dezelfde body is, maar dan niet met zo'n topstuk dat we onze microfoons erin kunnen steken. Maar hij is wel goed, hij heeft een breder objectief. Had ik al en ontdekt. Hij heeft een zonnekap, dat had die andere niet. De zonnekap waren we gewoon kwijt. Oh, de zonnekap waren we ook gewoon kwijt. Nee, maar dit is op zich, we gaan het uittesten. Als het goed is het beeld, de sensor is hetzelfde, maar het beeld is klein, een beetje anders, dus ik ben benieuwd of dat te zien is. Maar we gaan het in ieder geval doen, want we moesten een tweede camera hebben, want Peter en ik vertrekken binnenkort en dan moeten we 1 camera meenemen en dan moet thuis ook nog wel gebeuren. Dus dan gaan jullie met deze filmen, denk ik. Dus wil je deze winnen, laat die onder in de We doen meteen een giveaway. Ja. Te waarde van... Nee, wie wil een doos? Ja, dat is zo Dutch YouTube Gathering wat je nou inderdaad. Doet. We hebben nog een doos over. Ah! Recap naar vorig jaar. Ja, inderdaad. Maar hey, dit was een donatie gewoon. En die heeft iets te maken met de inbraak. Dat is natuurlijk aan jullie. Raad wat dit is. En het heeft iets te maken met inbraak en inbraakpreventie. Wat verpakken ze het altijd goed bij Coolblue? Ik krijg een lamme arm hiervan, man. Ik doe het gewoon zo. Dat was een tweede plug alweer, hè? Coolblue. Oh, Coolblue, ja, daar krijgen we nou ook gratis van. Terwijl het een donatie was. Piepschuim, net gedweld hier. Tommy mag dadelijk nog een keer bij. Jee, ik heb net gedweld. Kijk hoe mooi de vloer is, gewoon overal. En dat moet jij nou weer gaan verwijderen. Een lamp met lichtsensor. Een lamp met een lichtsensor? Ja, dat is fucking vet, want dat is...
werkt preventief en daarmee kun je dus boeven afschrikken als ze gaan komen. Ineens licht aan, staat er vol in de spotlight. Ah! En misschien hebben we wel plankenkoorts. En dan rennen ze weer weg. Ja, en we gaan dan waarschijnlijk ook nog de IP-camera die daar ligt, kun je die even erbij die pakken? Ja, die kan ik zeker even erbij pakken. Want die willen we dus ook ophangen. Dat is zo'n toffe infrarood IP-camera. Die kunnen we dan ophangen. Dus hebben en licht en maar, nou, niet ophangen? Ik denk binnen dat als mensen binnenkomen, dat ze meteen gewoon een headshot foto maar hebben. Maar beneden? Beneden. Want anders, als we hem boven hangen, dan zeggen ze gewoon, nou dan stelen we alleen maar dingen van beneden. Maar dan kunnen we ook blijven fappen hierboven. Dat is inderdaad ook een ding. Dat is ook best wel een dingetje inderdaad. Dat moet ook wel eens gebeuren, jongens. Ja jongens, spannend. Heel spannend, want we hadden een Doom-actie. En daar zeiden we van, joh, creëer iets. Een Leisure Inner Doom. Doe mee. Waar ik dood was. Maar we kregen een pakje van Jaap op YouTube. En er staat natuurlijk ons adres op. Dat is helemaal prima. Maar ook, er staat op snel openen. En als ik denk aan snel openen, dan denk ik aan dat er smerige dingen zitten. Tom? Wil je of filmen of openmaken? Dat is eigenlijk één van de twee. Ik film je wel. Oké. Okay. Moet ik hem switchen? Dit gaat dit, niet dit, tijdens dit, filmen. Oh god, oké. Okay. Knip. Heel gemeen zijn, hè? Vind je niet? Ja, dit is het pakje, jongens. Dit is het pakje. Hij is heel licht, kan ik jou wel eens vertellen. Maar er staat snel open op. Dat vind ik echt heel eng. Zal er echt antrax in zitten? Ja, misschien wel. Nitroglycerine. Dan win je sowieso niet, hè, Jaap, als ik dood ben. Je vertrouwt het nog steeds niet, hè? Wauw. Dit is gewoon echt een creatie. Photoshop is geen creatie. Nee, maar Tom, ik doe jou niet dissen omdat jij kan photoshoppen, maar ik bedoel gewoon echt gewoon met de hand noeste arbeid. Ambacht. Kijk dit dan. Oh, het is Daan. Oh my god, het is Daan. Oh my god. De teleurstelling op Peters gezicht nu. Helemaal niet. Het is Daan. Oh. Hey Gameset, ik heb deze tekening gemaakt voor jullie. Daniel met Gameset blauw haar op de cover van Doom. En ik ben al heel erg lang bezig geweest en ik hoop dat jullie het tof vinden. Ik kan het niet lezen. Ik heb de andere stappen ook gedaan. Het is mijn doel om jullie vrolijk te maken. En omdat jullie camera gestolen is. Ah, oh, ik hoop dat ik win. Groetjes Jaap. Jaap, ik kan je niet vertellen of je wint. Want dat is gewoon nog niet bekend. Maar wat ik je wel kan vertellen is, je bent bij deze vereeuwigd op geen excuus. Want we hangen hem hier op onze Wall of Fame. En dan ga je bovenaan te hangen. Komen te hangen. Je bent vereeuwigd op Gamers het prikbord. Van gefeliciteerd daarvoor alvast. Hoe vet is dat? Hey, hallo, alles goed? Mooi zo met mij ook. Ik ben namelijk uit geweest. En niet uit geweest als in naar de discotheek en dansen en wildvreemde meisjes schuren. Want dat was gisteren. Nee, ik ben vandaag uit geweest in de dorpskroeg. En dat was sowieso super chill. Ik ben er net thuis en ik ben een beetje Red Bull aan het drinken en fijne vrienden aan het kijken. Want dat is toch een beetje mijn spirit animal, hè, Tom? Ik wil even een paar dingen aan jullie vertellen. Ten eerste, het is lang geleden dat ik heb gevlogd. Met Koningsdag was volgens mij voor mij de laatste keer. En dus ik dacht, ik maak gewoon weer een keer een video van hoe het met Lenny is eigenlijk. Nou, met mij is het goed. Laat ook even weten hoe het met jullie is. Hieronder in de comments. En ten tweede, er is afgelopen vrijdag geen Lenny's lijstjes geweest. Dat is natuurlijk mensen huilen op de Dam overal. Iedereen krans gelegd in heel Nederland, want het was natuurlijk een nationale rouwdag. Maar dat komt eigenlijk omdat ik het de afgelopen tijd fucking druk heb gehad met school. Dus geen tijd heb gehad om iets te bedenken en op te nemen en monteren. Maar aankomende vrijdag verschijnt er natuurlijk wel weer gewoon een mooie lijstje voor jullie. Dus wees maar niet bang. En daarnaast, tot slot, is toch wel eigenlijk de hoogtepunt van deze vlog, denk ik. Ik heb de app Dubsmash herontdekt. Dus ik wil jullie eventjes sowieso één, en misschien dat ik hierna nog een aantal dingen opneem, wat hoogtepunten laten zien van mijn Dubsmash carrière. Dankjewel, love jullie allemaal, de moeder. Dinky, dinky, dinky. Dips.
je sneeuwpop maken. Kudde met de kontje, snolle bolletje. Laat het los, laat het gaan.